Ik ben schoon gewassen. Amen. Ja, helemaal. Oké. Goed. Omwille van de tijd, lieve broers en zusters, wil ik Christina vragen om naar voren te komen. Even kijken, hebben we een microfoon die ik even kan? Kan jij een mic gebruiken? Ja. Alsjeblieft. Ik zal even de plek voor je maken. Ja. Oh, happy day. Wat heerlijk om dat te zingen met elkaar. Het is zo fijn om met elkaar hier te kunnen worshipen. Dat, we zijn allemaal door een pandemie heen gegaan en we hebben allemaal gemerkt wat het is om thuis je diensten te moeten bijwonen. Maar wat is het heerlijk om het samen te kunnen doen. Ik ben blij om hier weer te kunnen zijn. En ik wil vandaag graag, dankjewel Steven, voor de gelegenheid om iets te vertellen over hoe het met mij gaat en hoe het met de bediening in Indonesië gaat. Ik denk dat ik me niet echt hoef voor te stellen. De meeste mensen hier die kennen me wel inmiddels. En 7 jaar geleden werd ik vanuit deze ruimte uitgezonden naar Indonesië. En het is fijn om af en toe... Ja joh, 7 jaar. En het vliegtuigschip komt weer eventjes binnen om bij te tanken deze weken. Ik ben gegaan met de bediening Call to the Nations. Met als verlangen om aan de onbereikte bevolkingsgroepen van Indonesië... de boodschap kunnen vertellen. Anno 2021 zijn er nog steeds zo'n 4000 mensen, 4, sorry, veel 4 miljard mensen wereldwijd die niemand kennen die christen is, die de naam van Jezus nog nooit gehoord hebben en die zullen het ook niet horen, tenzij daar iemand van buiten komt om het in ieder geval bekend te maken. En met die missie, daar staat de wereldwijde kerk voor om deze bevolkingen, volken te bereiken. Ik ben met een klein team in Sumatra bezig om daar onder 2 moslimbevolkingsgroepen relaties te leggen en de goede boodschap te verkondigen. En ja, ik wil graag een aantal verhalen vertellen, gewoon om een beetje een indruk te geven van hoe dat dan gaat. Ook bij ons is uiteraard de corona binnengekomen en we hebben vorig jaar op een gegeven moment de echte Heer gevraagd van wat kunnen we doen. De nood was hoog, de economische nood is hoog, coronamaatregelen treffen vooral de onderkant van de samenleving. En de Heer heeft ons op het hart gelegd om te beginnen met voedselpakketten uit te delen aan degenen die het hardste nodig hebben. En zo ontmoeten we een jonge meid van 16 jaar, bijna 16 jaar toen we haar voor het eerst ontmoetten. Hoogzwanger, woonde bij de opa en oma in. En opa die had recentelijk, of al lange tijd geleden, een beroerte gehad. Hij ligt op bed en kan niet bewegen, veel pijn. En haar oma had fulltime de zorg voor hem. Toen we de keer daarna kwamen, was ze inmiddels bevallen van een jongetje. En midden in het huis stond een brandend vuurtje waarop allerlei kruiden werden verbrand en allerlei rituelen lagen er. En dat deden ze om te zorgen dat, dat het goede uitgesproken werd over dat nieuwe leventje. Inmiddels hoorden we, toen we ze beter leerden kennen, dat de opa zijn leven lang bezig is geweest met zwarte magie. En allerlei duistere activiteiten bij betrokken is. En nu hij zo heel erg ziek was, kon hij niet overlijden omdat die machten hem nog in zijn greep hielden. Uiteindelijk hebben ze besloten om hun laatste spaargeld, of laatste geld wat ze bij elkaar konden grijpen en zijn laatste energie, te gebruiken om met een auto naar zijn geboortedorp te gaan. Hij wilde absoluut zijn magische krachten niet overdragen aan de volgende generatie. Dus ze hebben in dat dorp allerlei rituelen uitgevoerd. Zodat hij die machten kon neerstorten in het meer en daardoor vrij kon komen. En nadat hij vrij daarvan was en ook zijn laatste energie had gebruikt, is hij inderdaad een aantal dagen later overleden. En voor mij, toen ik dat verhaal hoorde, overviel me echt zo'n gevoel van hopeloosheid. Gewoon te beseffen dat, ja, het grote realiseren hoe diep geworteld die verlorenheid is van mensen die leven zonder de wetenschap van de verlossing in Christus. In Johannes 17, vers 3, daar spreekt Jezus met zijn vader. En hij zegt dan van, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige ware God en Jezus Christus die u gezonden hebt.
En wij mogen dat weten. Hij is de enige, Jezus is de enige weg. Maar zij weten het niet. Een paar jaar geleden ontmoette ik Deden. Hij was de moslim-eigenaar van een natuurpark net buiten de stad waar ik graag kom. En vanaf het eerste moment hadden we meteen diepe gesprekken. Over geloof, over leven en dood en het leven na de dood. Hij zat met heel veel vragen die hij in zijn eigen religie niet beantwoord kreeg. En hij was echt op zoek. Door de jaren heen hebben we een fijne vriendschap opgebouwd. En hij kon in mij zien wat het betekent om met Jezus te leven. En ik zag in de loop der jaren een grote verandering plaatsvinden in zijn leven. En hij werd veel zachter en hij veranderde meer naar het beeld van Christus. Hij begon de laatste maanden, heb ik hem steeds vaker horen zeggen van ja, ik ben er echt van overtuigd. Er is geen andere weg dan Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Een enorme vreugde in mijn hart om hem dat te horen zeggen. Het was een paar maanden geleden in juni, eind juni, dat ik voor het eerst de gelegenheid had om zijn vrouw en zijn zoon te ontmoeten bij hen thuis. En het was een fijne tijd. Op dat moment, hij had nog nooit aan zijn gezin verteld over zijn nieuwe geloof. Er is een enorme angst onder moslims om te praten over geloof in Christus. Dat kan betekenen dat ze hun familie uitgestuurd worden. En hij was ook bang dat zijn vrouw hem zou niet meer zou accepteren. Dus hij heeft altijd zijn mond dicht gehouden. Op dat moment wisten we niet dat dit de laatste keer was dat ik hem zou ontmoeten. Een paar weken later, een paar dagen later, vrij kort daarna, kreeg ik een berichtje van hem met het trieste nieuws dat hij positief getest was op COVID. En een paar dagen later is hij in de IC opgenomen en is hij komen te overlijden. En heel verdrietig. Mijn vriendschap met zijn vrouw Lena, die gaat door. We hebben een hele fijne klik. En ik weet dat hij heeft er altijd voor gebeden dat ook zij tot geloof zou komen. En mijn gebed nu is ook dat zijn vrouw en zijn gezin, het hele gezin, uiteindelijk bij Jezus zal zijn. Op de dag dat ook zij komen te overleden en hem mogen weer kunnen ontmoeten. Of ik me wel eens afvraag of het de moeite waard is. Zeker wel. Het is echt niet altijd makkelijk. Mensen zijn vriendelijk, absoluut, maar ze zijn erg gesloten op het goede nieuws. Ze luisteren naar je, maar dan is het al heel gauw van nee, dat is voor jou, dat is voor jou. We worden heel vaak afgewezen. En toen kwam corona, zoals overal, en er was heel veel misinformatie. Je wist niet waar je aan toe was. Mensen hielden zich absoluut niet aan welke regels dan ook. Risico's erg hoog. En de meeste van mijn buitenlandse vrienden in de stad, die zijn allemaal terug naar hun eigen thuisland gegaan. Ik zat veel binnen uit angst. Ik zat binnen en de eenzaamheid kwam over me heen. En ik moet zeggen, dat is echt het moment geweest dat ik me afvroeg van, is het echt allemaal de moeite waard? Waarom ben ik hier? Maar zoals ik al zei, we hebben het Sembako-project opgezet om voedselpakketten uit te delen. En dat bracht ons ook in een wijkje net buiten de stad bij Nenne Ida. Een oudere dame van in de 70. En de eerste keer dat we haar ontmoetten, had ze last van longen. Ze kon moeilijk ademen en daar had ze al een tijd lang last van. We mochten daarvoor haar bidden. En de tweede keer dat we kwamen, vertelde ze ons opgewekt dat het zoveel beter met haar ging. En ze wilde graag meer weten over, niet alleen over wat we kwamen brengen aan voedsel, aan rijst en dergelijke, maar ook aan het geestelijk voedsel wat we voor haar hadden. En ze begon zelf te bidden tot Jezus. We wisten niet dat ze al maandenlang niet kon slapen. Maar ze besloot om 's avonds voor het naar bed gaan tot Jezus te bidden dat ze goed zou slapen. En vanaf dat moment elke nacht perfect geslapen als een klein kind. Dat was zo'n bemoediging voor haar, dat ze voor alles ging bidden. De zoon ging trouwen, de jongste zoon, en ze wou heel graag een feest geven. Je moet weten, dit is een heel arm gezin die echt helemaal niks heeft. Maar ze ging bidden en ineens kwam er iemand met een zak rijst aan. Iemand anders die in de familie bekend staat als supergierig kwam langs om er eventjes wat geld toe te stoppen. Van alles en nog wat ging er gebeuren. En uiteindelijk, ik ben ook op het feest geweest, kon ze een fijn feest geven voor de zoon. En dit is zo'n krachtig getuigenis in haar eigen leven. Dat iedere keer als we daar komen, dan wil ze weer een verhaal horen. Dus we vertellen er heel veel verhalen over Jezus. En niet alleen dat, zij is de eerste die we ontmoet hebben, die echt ook het verhaal pakt en gaat en vertelt en vertelt. Zo vertelden we de laatste het verhaal van Jezus die de verlamde man genas. En meteen zei ze, oh, bij mij in het dorp, daar woont zo en zo een dame, die is verlamd. Daar ga ik morgen naartoe. Dus ze ging daarheen, ze heeft het verhaal verteld en gezegd, Jezus kan ook jou genezen. En een moslimdame, hè, heeft voor deze vrouw tot Jezus gebeden dat ze zal herstellen.
Nou, toen ik dat verhaal hoorde, toen ze me dat vertelde, ja, toen was ik vulde mijn hart met zekerheid. Het is zeker de moeite waard. Het is een lange weg, maar mensen pakken het. En de geest die is bezig in de harten op manieren die wij niet zien. Dus dit waren een aantal verhalen die ik graag met jullie wilde delen. Er is nog veel meer te zeggen, maar mijn tijd is beperkt. Laat me weten als je meer wil horen, als je nog even wilt doorbabbelen. Ik heb een nieuw foldertje, dus neem die dadelijk eventjes mee. Daar staat ook op, als je de nieuwsbrief nog niet zou krijgen, de meeste van jullie al wel, denk ik. Maar anders geef je even je mailadres door, dan hou ik je op de hoogte. Als je mee wil bidden, dat kan ook, laat me weten. Als je financieel wil steunen, kan ook allemaal. De gegevens staan hier op. En het is in ieder geval heel erg fijn om weer bij jullie te kunnen zijn. En Steven, dank je wel. Mijn spullen erbij. Dankjewel, Christina. Ik zou inderdaad zeggen van als jullie kunnen, ondersteun het werk van Christina met gebed, met financiën, alles wat je kunt. Hè, zie je het als zaad dat je zaait in mensen. Via haar komt het dan ook weer bij mensen terecht. Misschien goed dat we even bidden. Ja, Christina, kom even bij. Kun je jullie vragen om erbij te gaan staan? Dan gaan we voor Christina bidden. Ik zal hem even. Nou ja. Vader, we danken u zo, Heere, voor de roeping over het leven van Christina. En dank, Heere, dat u door uw geest daar altijd bent om te steunen, om overeind te brengen, om te regenereren, om nieuwe kracht te geven. Uw woord zegt, Heere, dat ja, zelfs jonge mannen die struikelen, worden moe. Laat het afweten, maar zij die de Heere verwachten, zij die hun hoop op u hebben, die zullen hun kracht vernieuwen. En ik dank u wel, Heere, dat u dat ook doet in het leven van Christina. Heere, dat elke keer, Heere, dat als het te veel wordt, Heere, dat ze bij u kan schuilen en bij u nieuwe kracht kan ontvangen. Heere, en u doet boven bidden, boven denken, Heere, want bij u is er geen grens, geen tekort. Er is altijd meer, er is altijd meer kracht, meer inspiratie. Alles wat we nodig hebben, kunnen we uit u halen. En zo bidden we gezamenlijk als gemeente. En de Heer die hierbij betrokken is, Heer, uw zegen over Christina. Heer, dat ze vol van uw vuur ook weer terug mag gaan straks. Heer, vol van uw kracht, Heer. En dat alles zal moeten wijken voor uw aanwezigheid door het leven van Christina heen. Heer, want u woont in ons. Heer, u woont in Christina. En er is geen kracht, geen macht, geen hoogte nog diepte wat kan scheiden van uw liefde voor Christina. En die liefde, Heere, zal maken, Heere, dat ze ten alle tijden zal overwinnen. En dat ze de doelen kan bereiken, kan behalen die u voor haar heeft gesteld. En zo zegenen we je allemaal, Christina, in de naam van Jezus. Wees vol van kracht, wees vol van zijn vuur. Wees gezond en sterk lichaam, wees geregenereerd. En dat je vol zult zijn van de Heilige Geest. En dat alles wat je aanraakt zal bloeien en tot bloei zal zijn en zal versterken. We bidden dat zo in de naam van Jezus. Amen. Amen.